De Alblasse Waard is oorspronkelijk een moerasgebied. Eind 13e eeuw werden de eerste dijken aangelegd om dit gebied tegen overstromingen door de zee en de rivieren te beschermen. Dankzij goed waterbeheer is het sindsdien mogelijk in de polder te wonen en te werken. Het Hoogheemraadschap beschikt hiervoor over een uitgekiend bemalingssysteem van hoofdwatergangen, oude veenriviertjes en gegraven kanalen, boezemwateren, gemalen en sluizen. Waterbeheer is een dynamisch proces. Halverwege de 18e eeuw verschenen bij de Kinderdijk de windmolens om overtollig water weg te pompen. De typisch Hollandse molens hebben in het begin van de 20e eeuw hun functie verloren. Moderne gemalen, eerst met stoom en later met diesel- en elektromotoren aangedreven, zorgen nu voor droge voeten. Aanpassingen in de waterhuishouding blijven nodig. Door klimaatsveranderingen stijgt de zeespiegel en valt er meer regen. In het natte najaar van 1998 zorgde dit voor ernstige problemen. De waterstand in de Lek was toen te hoog om overtollig water uit het gebied van de Overwaard te kunnen lozen. Om herhaling te voorkomen is een deel van de hoge boezem van de Overwaard als maalkolk ingericht in 2001. Tegelijkertijd is het systeem van getrapte bemaling uitgebreid van 2 naar 3 trappen. De derde trap zijn de pompen in de uitwateringssluis. Die zorgen ervoor dat ook bij extreem hoog water de laaggelegen Overwaard op de Lek kan blijven lozen.